Goedemorgen, het is nu goedenacht in Nederland. De ene laatste dag in Japan gaat beginnen. Vandaag om 11 uur een wedstrijd. Gaan we een stukje van filmen. En voor de rest is het een zonnige dag. En we maken wat van. Zometeen een lezing over analyseren. Vandaag een stukje analyse. Over de coaches. Over de wedstrijd. Het is een vroeg, maar ze zijn scheel op de mannen. De mannen van Fujeda Meister staan op dit moment met 3-2 voor. Ik moet zeggen, het is best een aardige wedstrijd om te zien. Ze hebben wel wat moeite om de ballen achter de verdediging te krijgen. Ze blijft de kosten alles weer opbouwen, maar er zit heel veel snelheid in Japanse spelers. De terugreis is begonnen. We gaan vanuit Fujeda naar Shizuoka en dan door naar Tokio, sightseeing en dan slaap je in een hotelletje. En dan de volgende ochtend het vliegtuig naar Amsterdam. Waar ligt dat dan? Het is echt zo. Iedereen staat hier netjes in de rij. Echt netjes in de rij. In Nederland staat ze te duur om als eerste naar binnen te komen. Maar de Japanners staan gewoon allemaal netjes in de rij. En Toshi is still waiting with me. Ik moet zeggen, dit is echt normaal. Loop in Tokio. Zoveel mensen. Dus ik heb aardig wat gereisd, maar dit slaat echt helemaal nergens op. Je kan echt over de hoofden lopen. Respect voor hoe het allemaal georganiseerd is. Want als dat niet zou gebeuren, dan vraag ik me af wat er allemaal gebeurt. Kijk, er lopen twee echte oogkleppies. Er loopt weer een bankovervaller rond. En de politie net houden in de gaten. En dan zit het avontuur in Japan weer op. We hebben de school weer beter gemaakt. Het is allemaal goed bevallen. Van beide kanten.